als eerste nieuwe akkoord gaan we mee beginnen is de C. En die ziet er zo uit. Het is deze. Kijk, met de A mineur en E mineur die we in de vorige les hebben geleerd. Die liggen wat dichter bij elkaar. De C heb je wat meer spreiding nodig tussen je vingers. Ik zal maar even rustig uitleggen weer. De wijsvinger die komt op het eerste vakje van de tweede snaar, de B-snaar. De middel, dus de tweede vinger, die zet je op het tweede vakje van snaar 4. En de ringvinger plaats je op het derde vakje van snaar 5. En je speelt hier ook weer vanaf snaar 5. Dus snaar 6 speel je niet. Dus met je duim speel je met de rechterhand deze snaar. Ook hier weer eigenlijk hetzelfde als bij altijd bij alle akkoorden. Dus goed op je vingertoppen spelen. Dat je geen dit soort effecten krijgt. Dus iets boller houden, dat alle snaren goed kunnen klinken. Ook belangrijk, dat is vooral bij deze, is dat goed om op te letten. Dat je zeg maar je vingers iets voor de frets plaatst. Dus dan heb je altijd een mooie toon. Als je dit gaat krijgen, dan krijg je dit effect wil je eigenlijk niet hebben. Dus dat kan je voorkomen om je vingers iets voor de fret te plaatsen. Je krijgt altijd een mooie toon. Dat is C-akkoord. Bedankt voor het kijken van deze video. Wil je meer video's van ons volgen? Abonneer je dan even op ons YouTube-kanaal. En heb je eventueel interesse in muzieklessen of workshops, cursussen? En wil je daarvan op de hoogte blijven? Meld je dan ook eventjes aan voor onze nieuwsbrief. Dat kan in de link onder de video. Bedankt voor het kijken en ik zie je in de volgende video.